Het doet deugd jullie allemaal bij binnenkomst te kunnen begroeten, jullie gezichten te zien die eigenlijk stralen van energie. Het was voor ons als organiserend comité enorm deugddoend terug bij elkaar te komen, de koppen bij elkaar te steken om dit event te gaan organiseren. Jammer genoeg, zoals Pia al vertelde, hebben bestuursleden ons jammer genoeg vroegtijdig verlaten. Maar ik onze voorzitter, die met de moed en wanhoop hier toch aanwezig is, vanuit zijn enthousiasme en basislegger van de idee van 20 jaar geleden, ernstig ziek, toch is hij hier bij ons! Yeah. Dit getuigt van moed. Ik noem het zelfs heldenmoed. Kleven is ook niet terugblikken, maar vooruitblikken. Onze ogen gericht op de toekomst. Niet wat achter ons ligt. De TGV die hebben we reden. Het wordt tijd op onze leeftijd om de bullentrein te nemen. Te genieten van het leven. Te genieten van onze kinderen. Te genieten van onze kleinkinderen. En vooral genieten van dit unieke samenzijn. Waarin wij allemaal, wanneer we dit hier verlaten, wereldberoemd gaan worden. En iedereen beroemd gaat zijn en beroemd naar huis gaat keren. Samen beroemd!